Goedemorgen, ik ben mijn dag begonnen met mijn Neti Pot. Die heb ik al echt heel lang niet meer gebruikt. Ik zag hem liggen en ik dacht, zal ik het weer eens doen? Ik heb dit ding echt, denk ik, al 20 jaar of zo. Dit is dus een neusspoeler. Maar ik heb het dus vandaag met Kelty zeezout gedaan. Dat is wat ik elke ochtend neem. En oh my god, ik heb het gevoel dat ik herboren ben. Waarom doe ik dit niet elke dag? Het is vroeg miracle morning time. Ik dacht voor de yoga, nou, there we go. Goedemorgen. Ik was mijn oefeningen aan het doen en toen werd de kleine Koek wakker. En het hele huis. Ze is een boodschappenlijstje aan het maken, want we gaan vandaag boodschappen doen. Kijk naar hoe cute. Banaan. Ja, ik zie het. Een banaan en dat eronder? Die? Een aubergine. Ja, een aubergine. Die aubergine is echt heel goed gelukt, liefie. Wat is dit? Dat is het trucje. Als je niet kan eten van een banaan. Oh, wauw. Geen stokjes. Nee, dat zwart, weet je wel, dat er zo bovenop een stukje zit. Wauw, wauw, go Moppie. Oké, okay, we gaan vandaag met Mila samen naar die mega grote Jumbo. We zijn echt fan. Het is een Jumbo in Noord. Ik ga even kijken of ik het exacte adres voor jullie een beetje kan delen. Want die is echt zo nice. Maar goed, het is echt een soort Walmart vibes. Dit is wat ik vandaag op heb. Bubble Bath. Het lijkt alsof dit nooit opgaat, jongens. Ik heb dit echt al 1000 jaar. Ik draag hem zo vaak, maar gaat nooit op. Goed, de look. Deze van mij, boodschappen Arab look. We zijn er. Full-on mom mode heb ik deze. Ja. Cookie! Banaan, komkommer, appel. Ja. Heb je ook water? Ja, heb je zo. Jongens, wat is jullie favoriete Parmezaanse kaas? Ik haal nu deze. Normaal houd ik die in een bakje. Maar ik ga nu voor vers. Wel eens eerder vers gehaald, maar ik vind die verpakking zo irritant. Deze is dan hard. Maar oké, tips zijn welkom. Jongens, jullie opmerkingen over face tracker are noted. Dit is niet face tracker, dus ik beweeg en hij doet gewoon. En als ik hem dus wel aan zou zetten, dan draait de camera mee. Maar ik begrijp dat heel veel daar een beetje misselijk van worden. Dus die gaan we even niet meer doen. De enige reden die handig is, als je op straat loopt, dan hoef je niet naar de camera te kijken of die wel op je gezicht is. Dan beweegt hij rustig aan mee. Maar goed, ik moet daar nog mee spelen. En, volgende outfit. Ja, even naar de supermarkt. Hier. Het regent, dus in mijn regenpak. Dus lopen. Wat zompige vuurwerk ook overal. Jakkie. Ik krijg trouwens zoveel complimenten allebei van deze regenjas. Dus die we toen hadden gekocht voor het festival. Maar het is echt de beste spring jacket ever. Zo leuk. Gewoon alle kleuren. Ha. Even de kruis erin. Ik heb een mini nodig. Voor vakantie. Gel ook. Oh my god, die wordt gek. Oké? Ik kan hier echt heerlijk van genieten. Gewoon dit allemaal helemaal onderzoeken. En, oh, ik zie echt dingen. Dit was vroeger echt amazingly populair, jongens. Toen ik 16 was. En dat je dus sterke nagels krijgt ook. Het schijnt echt fantastisch zijn geweest. Als in, het is het nog steeds, maar ik weet niet. Oh, check dit. Shimmy Shimmy. Kruis het eigen merk. Is dat goedkoop? €3,99. Let's do it. Ik hou van shimmery lotions. En ik wil eigenlijk body butter, maar ik twijfel. Want ik ben ook straks in Amerika en dan kan ik het van Bath & Body Works kopen. Maar dit ruikt wel heel lekker volgens mij. Ik wil het. Het trekt mij. Dit ook trouwens. Die heb ik wel eens opgemaakt. Die ook. Oeh.
Nee, hou me in. Ik ga daar kopen. Dit is toch zo'n nostalgisch gevoel van in de kruidvat rondlopen. Weet je nog dat je tiener was en liep je hier rond en dan bekeek je alles. En oh, waar zat mijn zuur verdiende geld aan uitgeven? Weet je wel, die 3 euro die je had. Het is zeg maar, brings back memories. Ja, hou me tegen. Dit is zo meer mijn monkey ding. Weet je jongens, ik ben helemaal tot rust gekomen van dit doen. Oeh. En hier kwam ik voor granaatappels. Doe maar. Yep. Oké, een liedje. Ik weet niet of ze die weet. Hebben we wel gisteren gekeken. Zwem diep in de zee. Ja, van de kleine. Zeemermin. Ja. Ik wilde weer. Papa was weer. Ja, ik wil. Oh, daar ben jij. Mm-hmm. Dit is van net ook. Oh, echt? Ja. Dat is wel waar toen wij gingen samen spelen. Wat is het dan? Wat is het dan? Pinda. Ja. Hoe gaat hij like dan? You. Like you. You. Like you. I never met nobody. Ja. Go. Ik ben het. Wat? Denk ik. Into the unknown. Niet? Oh, oké. Nog een keer, oké, we gaan luisteren. Het is een ander liedje van Rosa. Oh, oké. Het is... Let it go. Ook niet? Nope. Kan je hem nog een keer zingen? Zing nog een keer. Nope. Nog een keer. Het is wel heel kort. Ja, het is wel heel kort. Kan je langer doen? Wat meer tekst? Of wat meer zingen? Oké. Het is een ander liedje van een van de films. Elsa? No. Do you wanna build it? Nee, een ander. Maar het is ook niet in Sama. Nope. Wacht, nog een keer. Mila, nog een keer. Ik geef het op, ik weet het niet. Jongens. Ja. Het is... Do you wanna build a snowman? Oh, die! Het is met Anna. Dat het nog laat is. Didn't I just do that? Ja, dat dacht ik wel. Do you wanna build a snowman? Come on, let's go. Okay. Oh, Libby! Cutie. Ik heb mijn skincare gedaan, ik heb mijn tanden gepoetst. Ik zit even te denken over mijn auto morgen. Of morgen eerst een meeting bij Soho's in de ochtend. En ik dacht... Zoiets. Ik zag net op TikTok dat wit met dit best leuk is. Maar is this too much or no?
Het is meer een soort lente look. Ik weet ook niet wat voor broek, daar kom ik dan even niet uit. Gaan we toch even verdonker, want het is wel winters weer. Mijn stem is weer kwijt aan het raken. Of ik ben hem aan het kwijtraken. Oké, wacht. Ik denk misschien toch zwart. En dan met die boots. En ik dacht die groene tas. Staat hartstikke leuk bij mijn behang hoor. Maar gewoon bij alles. Maar toen zag ik ineens deze in mijn kast. Van Josje een oudje. Maar die is toch ook hartstikke leuk. Even kijken. Als je dit erbij doet. Ja toch. Ik gebruik die tas echt. Ik heb denk ik 3 keer gebruikt of zo. Ik vind het zo leuk. Maar misschien moeten we dat. Want het enige. Ik heb morgen dus een yogales gepland. Het is een kwartiertje fietsen daar vandaan. Prima, ik neem mijn sporttas gewoon mee. Maar dan denk ik, ja, een Yves Saint Laurentje erin. Sporttas, ik weet niet hoe de locker situatie is. Of die, ik weet het niet zo goed. Moet ik dan maar alleen mijn sporttas meenemen naar mijn spullen in doen? Weet je, zoiets? I don't know, ik weet niet. In ieder geval, ik denk dat dit een wordt. Ik vind het wel heel erg leuk staan zo. Ja, dat gaan we doen. Ik ga de vlog afsluiten. Wilt rustig bedankt voor het kijken. Tot morgen. Bye.